Dat is allemaal op de telefoon. Dat is nog een algemeen te zien om te doen. Over alles en nog wat, voor ieder wat wils. De zuivelboerderij De Waard uit Balkbrug staat er met lekkere zuivelproducten. De hobbyisten met eigen gemaakte spullen. Kun je denken aan brokante spulletjes. Veel houtproducten. Altines met zijn boekenstand, waar je lekker tussen kan snuffelen. Jorinda met haar spinnenwiel, die spint zelf wol, verft het ook. Haakcreaties van Anita, de imker is er met de honing. Lekkere eigen gemaakte jam. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Wat is de aanleiding om dit te organiseren? Ik vond het gewoon gezellig om om iets te organiseren voor de mensen in deze regio. Ons erf leent er denk ik ook zich voor om zoiets te organiseren. En in 2014 heb ik dit voor het eerst gedaan. In 2016 een keer. En dit is de eerste keer dat het op een zondagmiddag plaatsvindt. En ik heb het idee dat de mensen ons vandaag heel erg goed hebben kunnen vinden. Uitkomt die jonge koningin, dan denkt de oude koningin die al in de kast leeft, die denkt, concurrentie, maar ik wil zelf de baas blijven, want in een volk is altijd maar één koningin. Dus wat doet die? Die gaat niet vechten, die gaat weg. Die geeft een signaaltje af met een geurstofje, want wij doen alles met geurstofjes. En dan weet het volk dat zij een deel daarvan moeten verzamelen. Die eten zich helemaal vol, die gaan al deze celletjes openmaken, eten die celletjes mooi leeg. Eten ze helemaal vol, hebben ze voor 2 of 3 dagen honing in een honingmaag zitten. En dan gaat de koningin uitvliegen, neemt 3000 bijen mee. En dan zie je in het voorjaar wel eens een zwerm in de boom hangen. Dat heet een zwerm. Wij zijn gecertificeerd volgens de NVWA, Nederlandse Overheid voor Wareninstituut. En onze producten zijn gecertificeerd voor mens en dier. En dat alles gemaakt in Lutten. Vind je ervan? Mooi. Ja?